Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. De tijd gaat nu in. Cool. We going. We going in. Kabooming. Even kijken. Ik vind trouwens bij die nieuwe expeditie Robinson die gaat komen, vind ik wel echt knap dat ze zoveel van de oude winnaars en zo hebben kunnen weten te fixen. Ja, ik zou juist denken de mensen die zeg maar niet zo ver gekomen zijn. Ja. Maar daarom, nu is het wel echt all stars. Dus het is echt wel mensen die echt allemaal heel ver zijn gekomen. Dus dat is wel vet. Ja, dat is zeker waar. Heb je niet van die losers die opgeven. Want ik vond het op zich leuk dat Domede zeg maar. Alleen, die heeft gehad vorige keer gewoon opgegeven. En dan denk ik van, hoezo gaven ze die dan nog een kans zeg maar. Dat vind ik dan wel raar, maar... Ja, ik zou opgevers dan inderdaad niet echt doen, maar... Oh, je kunt nu makkelijk. Sowieso makkelijk daar. Ja, nou, oh, ja, dat... Weet je... Ja. Ik maak er geen probleem van. Ik snap, ik... Maar ik vond het bijzonder. Ja, dat snap ik. Aan de andere kant, de meesten geven op omdat ze het echt niet aankunnen, zeg maar. Mm-hmm. Of omdat ze thuis te veel missen. Misschien als je een tweede keer meedoet, dan weet je wel hoe zwaar het is natuurlijk. Hè? Ja, dus als je nog een keer zegt van, yo, ik wil toch meedoen. Dan denkt de ding is ook al, de regie waarschijnlijk ook al van, oké. Dat zeg je niet voor niets, zeg maar. Nee. Al helemaal niet als je eerder hebt opgegeven. Ja, precies. Misschien als je eerder heel vroeg eruit gaat, dat je dan haast nog meer zorgen moet hebben. Alleen het is dan wel zonde voor het programma als het dan weer gebeurt inderdaad. Dus. Dan zullen ze inderdaad wel... Ja, maar ik denk dus dat je eigenlijk meer kans hebt als je... Hoe heet het? Als je mensen die nog niet zo ver gekomen zijn pakt. Want die zijn ook nog niet zo ver gekomen. Dus die weten niet hoe zwaar het is als het ware. Mm-hmm. Even heel bot gezegd. Nou, ik weet niet of het bot is per se. Maar... Oké, moet je nou B of I drukken? Anders dan... Oké, ja. B dus. Dat was hem. Oh, dit nog meer pijn. Ik was er gewoon echt de vorige keer. Oh, heel zet. Alleen, toen drukte ik dus op de verkeerde knop, waardoor ik dus helemaal naar beneden viel. Ja, dat is heel, heel kut. Oh, ja, nu val ik weer. Shadow Mario checks in to do. Oh, maar dat hoeft niet hoor. Hij mag ook wel uitgecheckt blijven. In the nation. I know him. The living. Heb jij na de opname straks dat je weer met andere mensen wat gaat doen? Ja. Ah, ik dacht wel, anders kunnen we misschien nog Legends streamen. Nee, dat denk ik niet. Nando Wing ben ook al niet. Nou ja, ik ben al blij dat je tijd hebt genomen om deze te kunnen. Ja. Nou ja, als het kan, dan kan het. Dit weer. Ik zie niks. Game. What the fuck? Nee.
mis ik. Dat is wel zuur. Ik wil gewoon op zo'n hockey komen. Hoe moeilijk is dat? Misschien moet ik het zo doen. Nee, ook niet. Very moeilijk. Ja? Ik weet het niet. Dan ligt het dus niet aan mij. Oh, dan ligt het dus wel aan mij. Yo. Soms vind ik het jammer dat je elkaar scherm niet kan zien. Dat kunnen we in principe wel doen. Ja, dat weet ik, maar dat is niet goed voor de kwaliteit van Discord, denk ik. Nee, nou, gezien je al twee keer geliefd bent vandaag. Eén keer maar hoor, niet twee keer. Hoezo? Nou, ik ben... Echt. Ik ben Mario kwijt. In het midden van je scherm, als het goed is. Nee, ik bedoel Shadow Mario. Ja, dat vroeg je niet. Wow. Yo. Wat is dit voor geklap? We hadden vandaag niet moeten opnemen, echt waar. Nee, jij bent Jezus. Niet echt in, nee. Daar ligt het niet aan, ik ben gewoon niet in vorm. Daardoor raak ik een beetje gefrustreerd. En dat is kut. Maar bedankt voor de... Ja. De shade. Ik dacht dat je het daarover had. Ja, snap ik. Bitch. Hoe vaak moet je nog geraakt worden, Mario? Hoe vaak nog? Yo, ik heb 1 ster. What the fuck? Kaboom. Kaboom. Volgens mij moet je 7 van alle, hè? Tot level 7. Ja. Oh ja, die guy gaat hier. Ah, dat doe ik later wel. Moet je de merry-go-round nu doen? Weet ik niet. Die guy heeft mijn nozzle gepakt. Of een nozzle in ieder geval. Eindelijk. Maar dat ga ik niet doen. Joshi go-round. Ja. Ja, zie je? Nee, jij zei merry-go-round. Ja, je moet met de Yoshi naar de merry-go-round. En de merry-go-round is Engels voor dry molen. Dry moon. Dry molen. Nou, alsof ik mezelf nog niet genoeg toch getortured heb met Shadow Mario, ga ik deze Shadow Mario ook. Waar is die Yoshi ook alweer? In Delfino bedoel je? Nee, in de go in binnen parking. Oh, als je het park inkomt aan de rechterkant bij zo'n boom. Bij zo'n boom met snottebel. Oh, daar natuurlijk. Bij de snottebelboom. Het is not the belling. Die zie ik. De watering is op. Dat is wat minder leuk. Oh, draai je om. Maar dit is alleen. Oh, daar. Een van de weinige afleveringen waarin ik er 2 sterren in 1 keer krijg. What the fuck? Moet ik het doen mee? Oh,
Oh, dan moet je nog Shadow Mario. Het was ook te makkelijk anders voor mij. Oh, volgens mij ben ik echt heel slecht in deze. Oh nee, nee, dat, ja. Deze valt wel mee hoor, eerlijk gezegd. Volgens mij ben ik best wel redelijk in de Nou, en weer een hartverzakking rijker. Een hartverzakking rijker, kaboom. Eng. In het Engels. Zooming in deze. I don't know it in het Engels, Eng. Wel, ja. Ik doe nog wel een Shadow Mario in, hoor. Ja, tuurlijk, jij wel. Als het niet anders kan, dan doen we dat gewoon. Oké. Oké, deze rode pakken we. Ja, we doen het inderdaad. Heel ziek. Inderdaad. Nee, we doen het inderdaad. Nee, we doen het inderdaad. We doen het inderdaad. Volgens mij, ik ben nu al bijna bij het eind. Volgens mij, nee, ik moet niks zeggen. Never mind. Kut. Praat hier voor je beurt. Ja. Dat is niet zo. Volgens mij is deze niet zo moeilijk. Nee, deze is niet. Je zei zelf dat het niet zo moeilijk was. Dat was ik niet. Nee, dat weet ik. Ik was ook mezelf aan het nadoen. Aan de nadoening? Ah. Heb je dan ook een aandoening? Ook. Een zat. Zat, zegt hij ook. Ga ik voor de... Nee, te laat. Moet ik nou. Kabooming. Oh, die ken ik, dat is van de game. Van Luigi's Mansion is die toch? Ik was Luigi's Mansion aan het nadoen, hoorde je dat? Nee. Oh, dat was fucking eng. Yo, TikTok. Ik zei eerst al Mario en toen begon jij met zeggen van dat is van die ene game. En toen zei ik Mario. Dat is van Luigi's Mansion. Dat is Luigi's Mansion. Ik was gewoon aan het kutten met in welke game zit Mario niet. Toen jij het aan het zeggen was, wou ik nog tegen jou aan jou vragen van, heb je ooit Luigi's Mansion gespeeld? En nee. Toen zei je dat. Maar je hebt nooit Luigi's Mansion gespeeld? Nope. Ik heb wel een tweede Luigi's shot. Mansion... Oh, nice. Luigi's Mansion is, 1 is oké, 2 is meh, en 3 is wel heel vet. Hmm. 1 zou je kunnen spelen via Dolphin eventueel. Maar die is dus niet heel erg. Jawel, 1 is wel leuk. Alleen 1 is best wel, ja, naar mijn mening, best wel simpel. Maar wel gewoon een leuke game hoor. Oké. Okay. Het lijkt me wel een leuke game, maar. Ja, zoals je misschien wel weet, ik heb niet heel veel oldschool Nintendo consoles gehad. Nee, omdat daarom ik was is best wel. Uit, ja, klopt, maar ik bedoel van. Ja, daarom heb ik hem waarschijnlijk ook niet gespeeld. Omdat, mm-hmm. Ja. Want Luigi's Mansion is voor de GameCube. Mm-hmm. En de tweede is voor de. 3DS. Oh. Die heb ik wel, maar ja, dat, daar heb ik ook niet zo heel veel games voor. En de derde is voor de Switch. Ja, precies. Yo, waar ik ben wel leuk aan het rondspelen in dit ding, maar waar is Shadowing Mario in? In dit park.
Hartstikke leuk, zo'n amusement met een parking. Maar waar moet ik parken? Nee. Waar moet ik parkeren? Ja, nee, ik zoek die Shadowing Mario in. Wacht, die zit toch wel in het park zelf, hè? Die zit toch niet erbij? Ja, ja. Oh ja, ja, daar. Hey, geezer, kom eens even hier. Everybody got me geezer. Wacht even. Everybody can get her, she can see like it's one. Oh, ik had hier zo'n spurt moeten doen. Jij moest doen zo'n spurt en je did not doing it? Yo, can you spurt shaming anywhere else, please? In theorie, zou dat kunnen. Kut, sorry. Dat werkte niet. Wel jammer dat het achtste landje het minst leuke landje is. Ah, dan bewaar je toch een van de andere levels. Ja, maar Sander, ik heb alles al gehaald op het achtste landje. Echt, en ik zit nog in course 3 of zo. Met mijn Pinna Park. Pianta Village ben ik. Ik voel me echt een nieuws. Remember, always be kind to your pets. Wow. Don't tell me what to do. Echt hè. Weet je wat hij moet onthouden? Dat wat ik net zei. Don't tell me what to do. Bad boys, is what you're gonna do. Please don't tell me what to do. Yo, hoezo wordt hij niet roding? Dat weet ik niet. Dat weet je wel. Nee. I was joking. You being zo'n joker. Zo'n jokering. Die piantissimo's crazy climb. Waar is die guy nou? Oh, dat vind ik altijd zo irritant als ik hem kwijt ben. Dan gaat hij de hele tijd hetzelfde rondje en ineens Mario. Doet hij iets anders. Zoeken en zo. Hé? Ja, nu ga ik niet meer winnen. Nou, dat gaat wel weer uren duren als ik die guy weer moet zoeken. Dat is een bird. Oh, yo, ik raak gewoon een leven kwijt als je verliest van Il Piantissimo. Ja. Dat is wel brutal. Ja, nee. Ook goed. Nog steeds. Waar is die guy? Oh, dit is zo frustrerend. Pianta Villaggio. Nee, maar echt, waar is die guy? Ik weet het niet, maar ik kan het niet voor je beantwoorden. Nee, dat weet ik, maar... Dit is zo raar. Hij was hier zo net en toen... ging die waarheen? Staat hij daar? Oh, hij denkt gewoon, yo, laat ik vet ver vooruit rennen, zodat Sander mij niet ziet. Wat een lul. Dat is wel zijn tactiek, ja. Ja. Als hij nou ook even doodgaat in plaats van mij doodmaakt. Echt, hè?
Yo, kom dan met je ding en geef me wat van die coinings. Oké, nou. Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met een ULP Antissimo level. Tip, doe niet. Moeite hebben met levels schijnt niet zo handig te zijn. Dat klopt. En ik kan het weten. Ervaringsdeskundiging. En ook nog eens in de benen. Crazy. Kom ik aan hoor, met nog niet eens 30 sterren. Dat geeft niks aan. Dat gaat me ook nooit lukken om die guy ook nu hier nog te verslaan. Is ook official landje? Of is dat niet? Oh, dit is Noki Bay. Oh nee, niet dit leveltje. Wat moet je hier doen? Ik vind Noki Bay qua aesthetics wel echt een mooi landje, alleen de levels zijn wat minder. Je moet nu uncorking de waterfall. Oh ja, dan moet je aan de zijkant moet je zo naar boven. Loping. Oh, kut. Nee! Oh, hoe moet je dan hier? Nog 3 minuten. Auw. Nee, dat moet niet. Oké. Inferno. Oh jee. Dit is een landje waar ik... Dit is niet handig om als laatste landje te hebben in je aflevering. Hoezo? Want dit is een lang landje. Ah, dan moet je gewoon snel dood. Dat zou inderdaad ook nog een optie zijn. Nee, niet de optie waar ik voor ik wou gaan, maar... Ja, nou ja, maar het kan wel. It isn't an option. Wat doe je nou? Hoe ga je hier? Kan dat? Jij wel, want jij bent een Pokémon. Spoiler, dit is geen Pokémon. Oh, kut. Ik zal volgende keer niet meer spoilen. Zo doe je dat. Ik dacht al, hoe kom ik daar? Nou, zo dus. Magische pewdering. Magische watering zou ik eerder willen zeggen. Ah nee, ben ik nu weer helemaal hier. Dit heet... Hating you? Ik heb dit level nog nooit zo snel gehaald. Oh my god. Ik pomp mijn banden op. Oh, komt in het... In de... Komt naar de N in het alfabet. Wil je fietsen toevallig? Ik wil fietsen. Ja. Ik wist denk dat jij wil fietsen. Ja, yeah, that's because we are browings. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Wij zijn gezogen. Doet die weer niet, die dinges. Hoezo, als ik toch... Eén kant op loop en dan ineens naar de andere kant, dan hoort hij toch zo'n slide te doen. Meestal. Nou, meestal. Ik heb het gevoel alsof het meestal niet is en soms wel ineens. Heel gek. Heel gagging. Dat is wel heel gagging. Maar gelukkig werkt het allemaal wel verder mee.
Hey! Doe zo'n wall jumping! Ja, dank je. Oh, de tijd is op, Sander. De tijd is net als mijn water op. Kut, sorry. Ja, dat helpt ook niet. Op water. Oh? Oké, nu moet ik omhoog. Hoe ga ik dat doen? Zonder water. Nee! Ja, hoe ga ik ooit water krijgen? Oh, kut, sorry. Doe ik ook nog eens de verkeerde? Daar krijg je niet eens iets voor. Geen uitsteeksel. Ja, oké. You wanting an uitsteeksel? You get an uitsteeksel. Nou, ik heb liever een gleufie. Nou. Is het een mannetje? Weet je dat nog? Of nee, is het een vrouwtje? Oh ja. Heeft hij zo'n uitsteeksel? Hoe werkt dit? Ja, dat weet ik gewoon. Ja, dat was wel ziek. Ik denk ook van die snorren. Ja. Ik zal hem laatste kijken, hij was funny. Welk level ben je aan het doen op het moment? Iets met een waterfall en iets met Noki B. Oh ja. Nee! Nee! Nee, kan ik weer helemaal dat end lopen. Oh, zo'n end was het niet. Hey! Doe nou eens even meewerking. Ik weet ook niet of... Ik betwijfel of ik de goede kant op ga at the moment. Waarom? Geen idee. Dat is very saddening. Oh nee, ik ga wel de goede kant op. Oh, daar is zo'n guy. Hoe lang is dit leveltje dan wel niet? Dan hoe lang. Oh, kun je deze ook meenemen? Nee. Oh ja, dat moet zo. Oh, een leventje. Dat is wel gunstig. Ja, want ik heb weer zo'n Monty Mauling. Weet je wel? Van Monty Mauling. Van Linda en wie is. Oh. Snap ik. En John. En John. Maar John vergeten we even. Nee, maar serieus, die vergat ik even. Gaat hij weer die bommen niet oppakken? Dat is ja, toch niet... Dat is echt kut. Nee, ja. En nu ga ik weer helemaal... De teringen. Nou, val ik helemaal naar beneden. Dat is toch niet leuk meer. Puur omdat hij niet goed normaal dit spel kan doen. Zo van, hé, ik wil een bom oppakken. Oh, dan ga ik dat niet doen, oké? Okay? Ja, als jij op die knop drukt van bom oppakken. Oh ja, dan gaan we dat niet doen. Dat is leuk. Haha. Is niet leuk. Dat is very niet leuk. Nee, zeg dat wel. Het is ook niet dat ik hem niet kan halen, want ik heb hem zo gehaald. Alleen, het werkt nu allemaal tegen en dan duurt het weer zo lang. Nee, je stond er al een tijdje. Dat is wat Niels zou zeggen. TikTok reference. I do be going gooding at the TikTok referencing. The TikToking. Ticking talking is het. Klok. In het Engels. Wat is dat? TikTok. Het Chinese bedrijf is in het Engels TikTalking. Ticking talking. Nee, jij zei nog ticking talking. Ticking talking, sorry. Zeg ik het zelf verkeerd. Ticking talking. Want die Engelsen. Dat zijn van die crazy guyings. Ken je dat, crazy guyings? Ja, ik ken wel zo'n crazy guyings, ja. Oh, zoals? Kun je een voorbeeld noemen? Sandering. Fout. Het goede antwoord was Paddy Meister. Paddy Meister? Paddy Meistering. Paddy het Vogelback Deering.
Paddy the Spy Kick. Marcel? Ja. Toen je already hebt gehaald in de leveling. Nee, want ik viel net naar beneden, weet je nog? Ah ja, daarboven. Bijna. Nee, ik wil niet met jou praten. Ja, ik weet het. Ik zie de mol. Ik weet wat het probleem is. Laat me met rust. Let me with resting. Yo, you gooding het Engels in. Oh, en nu is mijn water weer op. Nou, dit wordt leuk. Gaat hij weer? En ook niet op die boe, terwijl ik duidelijk op die boe gooi. Nou, wat een bullshit dit. Hey. Wat? Deed dat nou letterlijk niks? Did you rush them? Nee! Nou, ik kan net zo goed stoppen hoor. Ik ben nu weer helemaal onderaan. You're not so good in the spelletje. Dit is echt bullshit. Dit is niet om mijn skills. Hij doet gewoon niet wat ik wil. Jij maakt het verschil, man. Ik doe niet wat ik wil. Jij maakt het verschil. Yes. Nou, Mario maakt geen verschil als hij die mol niet raakt bij die waterval. Of moet ik die mol niet raken? Nu ga ik aan twijfelen. Je moet die molen raken. Als je dat maar weet. Nou, waiting, dat is hetgeen wat jij nog even aan het doen bent. Dat klopt. Dat ik niks kan, Jezus. Hoezo? Weet je wat een wal is, Mario? Daar kun je tegen jumpen. Waarom doe je dat dan steeds niet? Sommige dan moet het wel een rechte wal zijn, hè? Yo, als dit niet meer recht is, dan weet ik het ook niet meer. Hier, oh, nu doet hij het wel eventjes. Oh. Nou, dat is wel fijn eigenlijk. Oh, wacht, misschien kan ik hier gewoon... Ketsoi. Oh ja, low battery, tuurlijk. Dat is ook zo fijn. Bij die man wegblijven voordat hij weer een uur tegen mij gaat lopen praten. Maar moet je hier wel springen om die guy te raken of hoeft dat niet? Oh, kut. Nee. Ja, want kijk, nu gooi ik mis. Als ik niet spring, dan gooi ik mis. Als ik wel spring, dan... Gaat Mario zo doen zo van, oh hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga ervan afspringen. Terwijl ik niet op naar voren druk. Ik weet wel dat ik bij dat level ook op zit te kloten. Hee. Dat is het probleem als dat jij. Geraakt? Eindelijk. Nou, dan hoort ook wel tijd. Is je al klaar of heb je niet één keer geraakt?
Nou, schijnbaar niet. Schijnbaar had ik hem al wel 2 keer geraakt. Ah, nou, de lucht. Wat? Nee! Ben ik in de cutscene naar beneden gevallen? Dit is zulke bullshit. Dit hoort zo niet een moeilijk level te zijn, volgens mij. Nee, maar de mechanics die zijn gewoon een beetje kut level. Ik gewoon überhaupt het grabben is echt gewoon kut in deze game. Want ik had het net ook toen ik een paper moest grabben toen ik naar de boel moest gooien, toen had ik er problemen mee. En toen ik een deurbouw open had ik er problemen mee. Dus ik had er ook wel problemen mee net. Ja, nou. Nintendo, als je voortaan een game voor 60 euro uitgeeft, kijk even of die werkt. Maar verder is het wel een leuke game. Het is geen Mario 4. Nee, maar ik bedoel dat deze game als in de 3 games. Fix de bugs in dit geval zelfs. Ja. Gewoon niet eens kijken of die werkt. Nee, fix gewoon even de bugs, gast. Hoe debiel ben je? Nou, heel erg. Net als de Mario Sun. Snap je? Ah, ik snap het. You a smarting guy. Ik zie de ster alweer. Nu nog de hemel naartoe lopen. Ik ben ver van dichtbij, maar ik zie hem in ieder geval. Zul je zien, ga ik hem straks missen. Oh, dat moet je ook nooit. Oh, hij zit niet boven de waterval, hij zit gewoon op het randje. Als Mario nou niet besloot om in de cutscene ineens onderaan te gaan staan, dan waren we 5 minuten geleden al klaar. 5 uur misschien zelfs. Nou, ik ben klaar. Ik ben bedankt er klaar mee, joh. Sander is er klaar mee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Wil je Sander wat steun betuigen? Ga dan naar zijn kanaal en abonneer daar. Adios, amigos. Joe.